Goedemorgen iedereen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. In de vorige aflevering hebben we onze eerste piece of art gevonden, hebben we heel veel uitleg gekregen over de storyline, hebben we onze eerste baas verslagen. En met deze nieuwe opnamesessie, moet ik er al eventjes bij zeggen, gaan wij dus zeg maar richting Hyrule City, Hyrule Village, Hyrule Town, Town Hyrule. Oh, kom op, weet je nog niet eens hoe dat het heet? Natuurlijk wel, Hyrule Castle gebeuren. Waar ik de vorige keer wou laten zien, als je hier omhoog klinkt, terwijl hadden we keihard hard gefaald. Als je hier omhoog klinkt en je springt zijwaarts, kun je in één keer 20 groepjes krijgen. Spring je goed, kun je in één keer de 40 groepjes krijgen. Wat ik eigenlijk probeerde, maar natuurlijk hier gigantisch hard bij faal. En ik ben nog steeds gewend op mijn andere analoog stick op mijn pro-controller. Camera kan draaien, wat dus zeg maar hier nog niet echt het geval is. Wat eigenlijk best wel vervelend is, maar dat maakt niet uit. Dus, zonder enig op onthoud pak ik even deze roepjes er nog heel eventjes bij, omdat we die nodig hebben. Nou heb ik wel de 40, want ik hoorde een dubbel geluidje, dus dan heb je er in één keer 40 te pakken. Want waarschijnlijk zit er ook eentje verborgen in het midden, weet je hoe dat werkt. Maar goed, hier zijn we dan bij Hyrule Castle Town. Haha, ik heb het eindelijk hier goed. En ik heb eigenlijk een beetje door de reacties zitten te lezen. Sommigen vinden Navi niet zo irritant. Zoals ik al zei, Navi is alleen maar irritant in de eerste dungeon. Maar goed, hier kunnen we ook nog heel erg veel roepies halen. Door onze favoriete hobby te doen. Als we geen gras kunnen maaien, dan gaan we potten breken. Want alle potten zien die toch hetzelfde eruit. En als we uit de kamer lopen, dan zijn die potten weer terug. In die kist, zoals jullie daar al zien, ik ben een beetje langzaam met mijn audiocommentaar vandaag. Maar daar zit dus één. Mag ik hem even raken, dank je. Er zit dus zeg maar een Golden Scotula. Zeker handig om die gelijk mee te nemen. You destroyed a Golden Scotula. You got a token proving you destroyed it. Wat leuk. Goed. Nou zijn er een paar dingen die we hier dus zeg maar in Castle Town kunnen doen. En dat is dus zeg maar een Golden Scotula. Kunnen we even slaan. Maar we kunnen dus ook alvast zorgen voor een bigger satchel. Daarvoor zijn die rubies nodig. Ik had zo'n idee van dat we misschien al zeg maar een grote schild konden kopen. Maar dat bewaar ik voor later, omdat ik vind deze game eventjes iets meer belangrijker om daar dus heel eventjes voorrang op te geven. Dus laten we eens eventjes wat games gaan doen. La 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 la. En we zitten in de shooting gallery. Geeft ook een leuk muziekje, maakt niet uit. Oké. Do you want to play a game? It's 20 rubies per play. Ja, daarvoor ben ik hier naar binnen gelopen. Okay, this is a game for grow-ups. Hyrule's famous shooting gallery. Take aim at the target from that platform over there. Can you hit 10 targets? You get 15 shots. Oké, nou dit wordt dus heel erg leuk. We gaan natuurlijk gigantisch hard falen hierin. Aangezien dat ik de 3DS versie de laatste keer gespeeld heb en niet gewend ben. En nou ik met een joystick moet gaan richten. Wat een misschien een beetje haperig kan voelen. Dus ik ga gewoon mijn best doen en we gaan het gewoon doen. Draw your weapon with B. Ja, dat weten we ondertussen wel. We hebben een dungeon ermee gehaald. Oké, here we go. Oh boy, dit wordt de ramp. Oké, dat is 2. Dat is 3. Nou komt er eentje in het midden gesprongen. Die moet ik in één keer raken. En ik mis hem al. Zie je, ik zei al, dit wordt de ramp. Oh ja, als ik er 2 maar mis, dan krijg ik een gratis game. Dus almost. Vind ik niet zo verkeerd voor de eerste keer. Ik schiet op geld, want dat is heel leuk. Dat is hier een trend nu. En ik mis 2 keer en dan schiet ik nog een keer. Oh, echt dit. Zoals ik al zei, dit wordt een ramp. Oké, nou heb ik hem. En als ik het nou net doe als net, dan heb ik hem nou compleet en dan zitten we hier niet heel lang vast. Dus. En. Oké. Okay. Here we go. Ik mis. Nee. Oh my jeez. Oh my. I am such a moron. Oké, okay, nou. Dit keer gaan we het doen. Geen één keer missen. 3 maal recht is niet krom. Ik weet dus wel hoe dat dan gezegd is. Ah, kop! Oké, hierna ga ik het nog een keer proberen, falen. Dan knip ik gewoon naar voren totdat ik hem een keer heb. Ik bedoel, ik krijg gratis games, dat is een voordeel. Maar mij de hele tijd zien falen in hetzelfde spel, dat wordt nogal irritant. Dus als ik hem nou niet heb, dan word ik een heel boos konijntje. Een Fiverr konijntje, natuurlijk zijn we Fiverr niet vergeten. Fiverr is nog steeds awesome.
Alleen die is nou weer terug naar Watership Down. Hè. Ja, die heeft zijn eigen dingen weer te doen. Dus was leuk om hem bij Terraria natuurlijk te hebben. Dus oké, die blauwe. Zo, ik heb nog één keer misgeschoten. Nou jinx ik het natuurlijk weer. Ik ga dit zo hard jinxen. In één keer zonder één keer te missen! Oké, dat had 4 keer nodig. Ik bedoel, 3 keer is de mainstream. Maar goed, je krijgt dus een grotere zaadzak op een donderdag. Ik weet ook niet waarom. Maar je krijgt dus een grotere zak met zaadjes. En dan moeten we denken dat het geen zaterdag is. Over zaterdag gesproken, die informatie die geef ik morgen. Goed, dan is er eigenlijk weinig wat we in de markt kunnen doen. We zouden... Ja, bombetje kunnen we nog niet doen. Dus, en er is daar een game in de avond die we kunnen doen. Maar dat is luck based op dit punt. Dus laten we maar met Melon praten. Hallo, Meloen. Nah. Hey, you're close. They're different. Nah, ik ga er niet zo'n hoog stemmetje geven. Ik heb het toch gewoon geprobeerd. Hey, you're close. They're different. Nou, klinkt je als Mario. Hey, you're close. Oh. Het is moeilijk om stemmetjes te zoeken. Jongens, geef me even een seconde. Hey, you're close. They're different. You're not from around here, are you? Ja, sorry. Ik probeer het, Melon. Ik probeer het. Melon die zit me hier nou echt zo aan te staren van, hoe durf je mij zo'n stem te geven? Oh, you're a fairy boy from the forest. My name is Melon. My dad owns Long Long Ranch. And I'm also named after a bunny that's actually in Zepi's house. Waarom vertel je dit? Hou je wel! Dad went to the castle to deliver some milk and he hasn't come back yet. En dat is mijn probleem omdat... Nou, ondertussen hebben we hier ook nog een hele andere creepy doodle. Jij moet even met te praten, dan moet je wachten tot het avond is en zo. Dus dat doen we zo meteen. Maar dan hebben we hier nog één creepy doodle. En die is niet thuis. Damn. Nou ja, dan doen we het zo meteen wel. Of strakjes, of misschien in aflevering 6. Weet ik veel. Er is in ieder geval heel veel liefde die we nog moeten gaan vullen. Nou, wat we dus eigenlijk moeten doen is we moeten naar Castle Town. En dat is Hyrule Castle, precies hier. En ja, het eerste wat we hier tegen gaan komen. Hey Zepi, this way. Oh nee. The princess is inside the castle, just ahead. Be careful not to get caught by the guards. Ho 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 ho! Hoot! On this ground, time flows normally. But time stands still whenever... Ja, daar heb ik al uitgelegd, dus je kunt je klep houden. Do you want to hear what I said again? Nee! Oh, you're a smart kid. Good luck then. Ik vlieg nu weg. Oké, nou, dan hebben we dat ook weer gehad. En volgens mij, als ik me niet vergis, kun je overdag hier ook een skulltje laten bevechten. Gewoon die boom. Auw. De knockback duwt me in die spin. Ik heb echt... Stop met die stenen te raken. Raak gewoon die damn skulltje laag. Oh... You destroy the gold skulltula. We gaan het iedere keer roepen. Er zijn redenen dat ik dat eigenlijk skip. Maar ja, er is nou eigenlijk dus niks wat we op dit moment kunnen doen. Totdat we dus zeg maar even wachten tot het avond wordt. Dus, editor. Dit is de eerste keer dat je mag gaan knippen. Dus, en navi negeren. Dus, blijf jij nou de hele tijd nee hey roepen? Ik zie jullie als het avond wordt. En dat geluid indiqueert dat de avond is begonnen. Goed, dan zijn er een paar dingen die we dus zeg maar in de avond willen doen. Dit is een hele belangrijke avond voor de mensen die meespelen. Geloof me, dit kun je allemaal doen in één avond. Het is niet zoals in Majora's Mask dat we maar 3 dagen hebben. Maar wat we willen doen, ik geloof dat we alle honden moeten negeren. En tot er hierachter, daar die witte hond daar. Die moeten we eventjes zeg maar tot die ons gaat volgen. Volgt hij ons? Volg je ons op Facebook en Twitter? Oké. Nee, ik ben maar een hond en je ruikt naar geld. Weet ik veel. Het enigste probleem is, die hond moeten we dus leiden naar het baasje toe. En dat is eigenlijk één van deze twee. Maar ik vergeet elke keer welke deur dat er is. Ik zit altijd te twijfelen tussen die twee. En dat is een fout, die blijf ik altijd maken. En dat is gewoon de standaard gimmick, dat zit nou zo in mijn hoofd. Dus ik ga voor deur nummer 1. Waarschijnlijk is dit de foute deur. Het is de foute deur, dammit. Ik maak die fout altijd. Ik maak die fout daar altijd. Sorry jongens, ik kan er niks aan doen. Die fout die blijf ik gewoon maken. En als je dus zeg maar die foute deur in gaat, dan volgt de hond niet meer. Nee, ik wil dat die hond, want die heet Caesar. Julius Caesar, keizer der honden. Of iets in die trend, weet ik veel. Ik verzin het hier ook niet. Nou, oké, ondertussen is Caesar ons aan het volgen. En als we dus zeg maar hier naar de back alley toe gaan.
Dan kunnen wij hier dus zeg maar deur nummertje 2 pakken. Mijn excuses nogmaals dat ik de verkeerde deur heb gepakt. Maar hey, ik ben ook maar een mens. En als je dan naar dit vrouwke toe loopt en met haar praat, dan is het... Richard, hoe kom ik bij Caesar? Ah, de fouten die ik maak in deze Let's Play. Ik dacht dat hij Caesar heette. Maar het is dus Richard. Hij blijft voor mij een Caesar. This is my little Richard. Thank you. I'll give this to you as a reward. Je klinkt nogal eng. Maar goed, dit is dus onze tweede hardcontainer van de 36. Ik vraag me niet hoe ik op 42. Ik maak zoveel fouten in deze Let's Play. En dan is dit nog wel mijn favoriete Zelda game. Of ik doe het gewoon stiekem opzettelijk en het is allemaal een conspiracy. Een conspiracy, zeg ik. Oké, we gaan verder met het verhaal. Nou, dan hebben we dus zeg maar een tweede piece of heart pakken gekregen en we lopen recht tegen de cameraman aan en die heeft dus echt zoiets van... Hey, ik ben hier aan het filmen, ja, waarom kan je recht tegen me aan? Maar als we dus nu weer naar buiten te lopen, we zouden een minigame op Luckbase kunnen doen, maar geloof me, dat wil je niet. Dat is echt alleen nog maar op dit moment op Luckbase. Je kunt een piece of heart op een early access daarvoor krijgen, maar echt handig is het niet. Goed, we willen dus zeg maar weer met Malum praten. Are you going to the castle, fairy boy? Would you mind finding my dad? Dat was een raar lachje. He must have fallen asleep somewhere around the castle. What a thing for an adult to do. Oh yeah, if you look for him, I'll give this to you. I've been incubating this egg very carefully. En we krijgen een weird egg. Een raar ei. It feels like something is moving inside. En we kunnen hem ergens opzetten en kijken wat ermee gebeurt. En dan krijgen we weer die uitleg hoe dat we dat precies doen. Waarom weet ik niet dat het spel ons zo vaak de uitleg geeft. Maar ik word er ondertussen een beetje moe van. Goed, dus wat we gaan doen is als ik bij de items... Ik scrolde 300 keer langs ondertussen. Zoveel gaat de fout. Oké, laten we dat ei dan maar daar neerzetten. Would you like to save? Nee. We willen hier omhoog klimmen. En we willen dus zeg maar Hyrule Castle binnen gaan dringen. En we mogen dus niet gezien worden door de guards. Nou, de guards gelukkig hebben allemaal last van een enorm slecht zicht. Dragen allemaal geen brillen. Niks tegen brillen of mensen die slechtziend zijn. Want ik weet dat mensen die slechtziend zijn gewoon hele awesome mensen zijn. Maar deze echt serieus. We lopen hier op het midden van het pad. Daar heb je de guards. En we negeren ze gewoon door hier het heuveltje op te lopen. En ze zien ons niet! Want ze zijn blind! Ik serieus. Ik heb alle respect voor de blinde mensen. Ik wil echt niemand hiermee beledigen. Maar zoiets. Hun zijn wachters, guardians, beveiligers. Ik zelf heb in de beveiligingsbranche gezeten. Als jij iets beveiligt en je ziet een kind op 10 meter afstand waar dat hij niet hoort, loop je erop af en zeg je, hé, hey, maar dat mag niet. Nee, deze zien je pas op een afstand van 2 meter. Wat? Je moet voor hun neus staan en zwaaien van, hallo! En dan pas zien ze je. Maar op het moment dat je achter ze loopt, dan zien ze je wel. Dus moet je hier in het water springen, want anders zien ze je... Oh, kwaad. Wat een onzin. En als ik me niet vergis, zit hier een bombenbolhol, maar we hebben geen bom, dus waarom dat ik daarover praat, weet ik niet. Maar goed, het is bijna dag geworden. Hier hebben we Mario, ik bedoel Talon. En ondertussen dat we wachten tot het dag wordt, kunnen we alvast een paar van die dozen even verschuiven. Ik bedoel, we moeten toch nog heel even wachten. Look, a chicken hatched from the egg. You were incubating at the miracle of life. Nou, en dat is een hele goede timing, want hier hebben we dus Mario. En Mario die ligt hier dus gewoon heerlijk te slapen. Wauw, we zien hem nog niet eens door die doos. Heerlijk Nintendo 64 graphics. Z. Hij probeert mijn naam te zeggen. Zepi! Oké, sorry, ik moest gewoon even. Welcome, our ranch is so fun. Natuurlijk geef ik hem een Mario stem, wat dacht jij dan? Come on and look around. Oké, nou laten we dan dat kuiken maar gebruiken. Echt die camera angle. What intonation! Can the person get a little shadow around here? Hey, we zien hem! Dat is toch Mario, jongens, kom op! Hello! I'm Mario! And who might you be? Yep, I am Mario! Well, actually, I'm called the Talon in this game, but that's okay. I'm the owner of the Lalan Ranch. I went to the castle to deliver some milk, because now I'm a milk boy and not a plumber. But I sat down here to rest and I guess I fell asleep. What? A melon was looking for me? I'm gonna catch it from here now. I messed up a bed, leaving Melon behind to wait for me. She's really gonna let me have it. Wow! 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 Wow!
Oké, sorry daarvoor jongens, maar kom op, jullie kunnen me veel vertellen, maar dat is gewoon Mario. Ik kan er niet even aan doen. Maar goed, wat we dus moeten doen is, we hebben dus zeg maar hier die crates met melk. En wij willen nog steeds inbreken in het kasteel. Nou, aangezien dat alle guards het zichtveld hebben van een blinde mol, weet ik gewoon zeker dat we dus gewoon hier deze gewoon hierin mogen. Niemand die het hoort, niemand die het ziet en niemand die ons stoort. Op de vloer ligt een lege glas melk en misschien nog wat houten resten van deze elk. Ik weet het niet, ik werk gewoon door, want die guards die hebben mij natuurlijk niet door. Het is de dag dat ik in deze castle inbreken ga. Oké, sorry, was gewoon filler, ik kan er niks aan doen. Maar goed, wij climben hier. En wij kruipen hieronder. Oh, ik had zo geen zin in een natte broek. Damn. Dan heb ik een natte broek. Dadelijk hebben we nog een code bruin. Maar goed, ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En alsjeblieft jongens. Alsjeblieft. Ik weet het. Navi is niet de irritantste van de hele Zelda serie. Maar ik moet toch een beetje komisch act erin gooien. Dus sowieso bedankt voor alle reacties. Ik heb er al heel erg veel gelezen. Bedankt voor jullie support. Ik had nooit verwacht dat jullie hem zo gaaf zouden vinden. Een oude Nintendo 64 spel. Echt ontzettend bedankt daarvoor. Alle reacties probeer ik nog steeds te lezen. Ook al gaat dat nou heel rap met de reacties. Maakt niet uit. Ik vind het top. Heel erg bedankt daarvoor. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Dus, en laat zeker weten wat je leukste momentje was. Als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Want dan gaan wij Navi gebruiken voor de Fairy Slingshot. Echt die comment. Ik had een comment gekregen jongens. Dat is het laatste wat ik zeg en dan sluit ik af. Ik had een comment gekregen, ik weet niet helaas van de naam uit mijn hoofd. Maar die had een comment op het moment dat we de Fairy Slingshot hadden gekregen. Pak je Navi en gebruik je dat, want het is een Fairy Slingshot. Dus die vond ik echt geweldig. Maar goed, buiten dat, heel erg bedankt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Doei!